wij weer een video van Stapfoto. Dit keer een video over portretfotografie. Ik laat jullie een heel klein stukje zien uit de workshop portretfotografie. Als ik na zo'n workshop aan de cursisten vraag van, goh, wat was voor jou het moeilijkst om te doen, dan krijg je stevast als antwoord het fotograferen van iemand met een bril op. Nou, ik heb zelf een bril, dus ik kan zelf even als model dienen vandaag. Ik ga jullie laten zien wat er gebeurt in deze opstelling. Ik heb een opstelling met twee flitsers op de achterwand. Met als enig doel om die achterwand wit te krijgen. Zou ik daar die flitsers niet op zetten, dan wordt de achtergrond grijs. Kan ook prima zijn, maar ik wil hem nu even wit. En twee flitsers voor. Dat is dus het enige. En je zult zien dat die twee flitsers aan de voorkant een reflectie gaan geven in mijn bril. Nou, ik heb weer een draadontspanner. Zodat ik de camera op afstand kan besturen. En ik ga nu gewoon wat foto's van mijzelf maken. Nou, dit is de plek waarop ik vooraf scherp gesteld heb. Zodat we nog een beetje scherpe foto's hebben om terug te kijken. En ik ga nu gewoon alle standen proberen om een beetje een redelijke foto van mezelf te maken. En dan kijken we wat er gebeurt met die brillenglazen. Nou, gaan we. Yes. Kijk, ik ga gewoon echt alle kanten op. Kijk recht in de camera, in de flitser, opzij. En we gaan gewoon eens kijken wat er gebeurt. Of mijn hoofd iets omlaag doet, of mijn hoofd dat uitmaakt. Nou, we gaan eens kijken wat het geworden is. En ik laat jullie meekijken. Nou, als we de eerste foto bekijken, dan zien we gelijk wat het probleem is van het fotograferen van mensen met een bril op. Je ziet hier de vorm van de softbox. Dus er zit in het glas zie je een licht deel en een donker deel aan de onderkant. Het lichte deel is de reflectie van de softbox. Oh, daar valt mijn camera uit. Dus hiermee is het probleem gelijk duidelijk. Nou, we gaan nog een foto bekijken. Deze, want dan ga ik de andere kant op. En wat je hier ziet is niet zozeer dat de ene kant lichter is dan de ander, maar je ziet hier de reflectie van de softbox in de bovenkant. Hier net tussen mijn oog en mijn wenkbrauw. Wederom, mislukte foto. Nou, als we dan even doorbladeren, dan moet ik hem eerst even weer terugzetten naar zijn originele stand. Dan hier wederom, grote witte vlek in de bril. He, dus weer een mislukte foto. Gaan we verder. Hier weer zo'n lichte vlek tussen mijn oog en mijn wenkbrauw. Dus het is een beetje afhankelijk van hoe ik mijn gezicht houd. Of de reflectie aan de zijkant van het brillenglas komt of aan de bovenkant. Maar in ieder geval, goed is het niet. Dat is duidelijk. Hier hebben we weer eentje. Kijk, met nog een grotere reflectie tussen mijn oog en mijn wenkbrauw. Nou, duidelijk. Allemaal foto's die we niet willen. We willen niet zo'n grote reflectie in het brillenglas. Nou, hoe je dat kunt voorkomen, ga ik jullie nu laten zien. Nou, wat jullie zien is dat ik nu de flitsers voor veel hoger gezet heb. En je ziet wat het verschil is. We stonden straks op dezelfde hoogte als de flitsers die op de achtergrond staan. Nu staan we bij deze beide flitsers veel hoger. En je zult zien dat je daarmee voorkomt dat er een reflectie in het brillenglas komt. Want het komt van een veel schuinere hoek, komt het licht binnenvallen. Nou, we gaan de proef op de som nemen, dus ik ga wat foto's weer van mijzelf maken. En ik ga gewoon alle kanten op, zoals we dat straks ook gedaan hebben, om te kijken wat er gebeurt. Nou, gaan we. Moet een beetje druk op de foto komen, dat snap jullie wel. Kan ik hem gelijk gebruiken als profielfoto? Nou, volgens mij is dit genoeg. We gaan kijken. Nou, hier waren we gebleven. Reflectie in het brillenglas tussen het oog en de wenkbrauw. En we gaan nu eens kijken wat de foto's, hoe de foto's eruit zien nu we de flitsers hoger gezet hebben. Dus ik ga deze even weer terug. Gaan we naar de volgende. Nou, ik zie hier geen reflectie. Ik ga even doorbladeren. Kijken. Ik zie nergens een reflectie, ik zal hem even inzoomen. Nee, ook hier niet. Dus even weer terug. Welke kant ik ook opdraai, ik zie echt nergens een reflectie in de bril. Kijk, nu hier zit ik helemaal de andere kant opgedraaid. En ook hier geen reflectie in de bril. Nou, even kijken, want we hadden er aardig wat gemaakt. Hier kijk ik
aardig recht in de camera. Ook absoluut geen reflectie. Dus prima. Niet zeggen dat ik nou zo blij ben met die foto, maar qua reflectie, qua techniek is die in ieder geval prima gelukt. Nou, hier kijk ik nog eens een keer naar de grote flitser. Wederom geen reflectie in de brillenglazen. En dus je ziet dat het verplaatsen van de flitsers naar boven, hè, dus het hoger zetten van de flitsers, voorkomt dat je een reflectie in de brillenglazen krijgt. Nou, dat is heel iets anders. Dus daarmee tegelijk de oplossing gegeven voor het grootste probleem bij portretfotografie, mensen met een bril op. De positie van je flitsers is het allerbelangrijkste om rekening mee te houden. Zet je die op ooghoogte of net iets hoger, dan zul je een reflectie krijgen. En he, dus zo'n grote lichtpit in je brillenglas, dat wil je niet. Conclusie. Heb je een model met een bril op, dan is de positie van de flitsers of de lampen heel erg belangrijk. Zet je de flitsers of de lampen te laag, dan komen er lichtvlekken in een brillenglas, waardoor je iemand niet meer goed aan kunt kijken. En dat wil je graag op een portretfoto. Dan wil je iemand echt in de ogen kunnen kijken. Dus er moet niks storends tussen zitten. Dus wat doe je om dat te voorkomen? Je zet de lampen iets hoger dan ooghoogte. En daarmee ben je al een heel eind op weg. Waar je dan nog om moet denken, is dat je de flitsers niet te veel voor het model zet. Maar ongeveer 45 graden en soms nog iets meer ook zijn. Dus dan zet je ze voor en toch hoog, dan krijg je vaak alsnog lichtreflecties in het brillenglas. Nou, ben je die lichtreflecties kwijt, dan is er nog iets anders waar je om moet denken. En dat is schaduwen. Het kan zijn dat jij de lampen zo neergezet hebt dat het licht gericht is op het brillenpootje of op de rand van de bril, afhankelijk van de vorm van de bril, dat daar een schaduw achter komt. En het ergste is, en let maar eens op, je ziet het heel vaak in tijdschriften, is dat er licht valt op deze zijkant van de bril en dat de schaduw midden door het oog loopt. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Je wilt iemand aankijken en wil je niet een storende donkere streep door het oog. Dus behalve die lichtreflecties, let ook op schaduwen achter het brillenpootje en achter de rand van de bril. Dus er komt nog wel wat bekijken bij het maken van een mooi portret van iemand met een bril. Maar dat kan wel, hebben jullie gezien. En soms met heel simpele ingrepen door alleen maar de flitsers even iets hoger te zetten, dan ben je er al. Nou, ik wens jullie daar heel veel succes mee en we zien elkaar in de volgende video.